In De Warande toont Peter de Kuperen nieuw werk. Maar het begint allemaal met opkomend jong talent. Ja, het is een heel boeiende tentoonstelling, al zeg ik het zelf. Niet alleen mijn tentoonstelling, maar ook de tentoonstelling hierboven, de tentoonstelling van Madpower. Toen De Warande mij vroeg voor hier een solo tentoonstelling, heb ik voorgesteld voor de helft van de ruimte ter beschikking stellen aan jonge kunstenaars. Peter de Kuperen is beeldend kunstenaar en gaat in zijn geëngageerde tentoonstelling op een unieke manier op zoek naar de spanning die onder andere bestaat tussen geuren, haar en identiteit. Als je de tentoonstelling Eens was ik een mens binnenkomt, dan zie je eigenlijk een vrij grote installatie, opstelling eigenlijk al een beetje. Je ziet er een haarkapperstoel waar ik een performance in heb gedaan op de opening. Ik heb mijn haar daar laten knippen door mijn ouders. Mijn vader hield mijn staart vast en mijn moeder knipte hij door. Het is ook een beetje voor mij zo een beetje teruggaan in de tijd. Als klein jongetje knipte mijn moeder me altijd mijn haar. En ik vond dat wel mooi dat door haar laten te doen. En daarna heb ik van 14 andere vrijwilligers hun staart ook afgeknipt. Zo heeft elke installatie en elk kunstwerk zijn eigen verhaal. Zintuigen prikkelen, voelen en beleven zijn daarbij de kernwoorden. Je ziet hier getuigenissen van overlevenden van Auschwitz. En er zijn nog maar een paar in België. Het zijn heel pakkende getuigenissen. Het raakt u echt heel diep. Ik heb hen 3-4 uur geïnterviewd en daar een selectie uit gemaakt. Eigenlijk de vraag gesteld, vertel over uw geurherinneringen. En men kan dat dan hier komen beluisteren, maar men kan ook ruiken. Men kan ook die geuren ruiken waar ze het over hebben. En bijvoorbeeld André vertelt eigenlijk over zijn geurherinneringen tijdens Auschwitz en na Auschwitz. En over Auschwitz heeft hij het eigenlijk over de geur van de dood en die kan men hier dan ook ruiken. En na Auschwitz vertelt hij over zijn passie, zijn liefde. En vertelt hij over lavendel en hoe die geur een mooie betekenis aan zijn leven gaf. Peter neemt de bezoeker mee en dompelt hem onder in een wereld die soms vreemd is, soms choqueert en de maatschappij benadert vanuit verschillende perspectieven. Nou, we staan hier in een olfactorische geluidsinstallatie. En als je binnenkomt, ruik je direct verschillende geuren, een mix, een cacophonie van geuren. Eigenlijk. En het zijn eigenlijk meer dan 300 parfums die hierop hangen. Meer dan 21.000 haarstaarten verwerkt in de tentoonstelling. En je moet er doorwandelen en ervaren eigenlijk. Als je een tentoonstelling maakt, heb je natuurlijk wel ergens een paar werken die je zegt van wauw, die vind ik echt wel echt super. En dat zijn deze twee hier. Monsieur Poivre 1 en Monsieur Poivre 2. Nu, voor een geur waar te nemen, zult je moeten komen ruiken. Want die geur vertelt wie zij letterlijk zijn. Dit is kunst die alle zintuigen beroert. Naar aanleiding van de tentoonstelling heb ik ook een boek gepubliceerd van 20 jaar werk met geur. 472 pagina's, 3 kilo dik. Ja, het is een mooi naslagwerk voor wie meer wil weten over mijn werk eigenlijk algemeen. Er staan ongeveer 80% van mijn werken staan erin van 20 jaar, dus dat is wel echt moeite.